Abdelfried Akkeloes op de straat in Lelystad. Meneer, de verkiezingen komen eraan. Ja. Wat zou er in Lelystad anders kunnen? We zouden in Nederland in Lelystad anders kunnen. Er moeten meer woningen gebouwd worden. En er ligt al jarenlang ruimte genoeg voor. Dus is op afroep beschikbaar. Meer beveiliging. Meer bescherming voor de ouderen. En waarom is dat nodig? Het is een beetje onveilig. Dus er is veel minder respect naar de ouderen toe, zeg maar. Wordt steeds minder. Het zou leuk zijn als er meer plekken zijn voor mensen die kunnen hangen en gewoon een beetje kunnen chillen met elkaar. Nou, hoofdzakelijk de binnenstad, vind ik. Daar moet iets aan gebeuren. Zoals? Ik denk dat de ondernemers het zwaar hebben met hun maandelijkse huur. Dat hoor ik veel. Stel dat de gemeente opeens geld over heeft, waar zou dat aan besteed moeten worden? Jeugdzorg. Aan de thuiszorg. Nou, ik denk meer aan de plekken voor de jeugd dus. Of voor de armere mensen die niks te doen hebben, die ook misschien wat kunnen. Ja, en iets voor de jongeren. Want er is helemaal niks voor de jongeren. Dus dan krijg je vanzelf dat ze op straat gaan hangen en zo. En dan kan je ook niet achteraf klagen dat er hangjongeren zijn, zeg maar. Er is niks voor hun. De wijken zijn een beetje aan het verpauperen. Dus er mag ook wat aan gebeuren.